David dat ik uit een ander land, en ze zeggen altijd, oh, wil je teruggaan? Dus dacht ik, het is een goede inspiratie, vandaar het gedicht heet, wil je teruggaan? Ze vragen mij, ga je terug naar Irak? Als het land stabiel en veilig is. Ik antwoord, als ik ooit naar de baarmoeder terug zou gaan, zal ik geen asiel aanvragen en geen vlucht voor mijn ziel kiezen. Ik zal mijn lichaam niet laten trillen in de kou. Ik schommel in twee werelden. De ene waar ik nu leef, de andere in mijn dromen. Een land voor mijn paspoort, geschreven in de ladder van een gemeentekantoor. Mijn andere land ligt in het noorden. Ach, noorden, het noorden van mijn hart. Dank je wel. En nu de vertaling in het Arabisch. هل ترغب بالعودة؟ يسألونني هل ترغب بالعودة إلى العراق إذ ما أصبح البلد آمنا؟ فأجيب إذ ما رجعت يوما إلى رحم أمي سوف لن أطلب اللجوء ولن أختار البرد مهوى لروحي سوف لن أدع جسدي يرتجف من البرد أنا متعجف بين عالمين عالم أعيش فيه الآن والآخر في أحلامي وطن لجواز سفري مكتوب في إحدى دوائر السفر وطن الأبدي يقع شمال شمال قلبي. Ja, schaarse hoop, stilte, zij heeft een lege ruimte nodig om haar knieën op de grond te zitten. Stilte, ik heb je nodig om de wereld uit te sluiten en naar jouw diepe bodem te zinken. Jij bent een geheim, het nauwe net van mensen zal jou niet vangen. Stilte. In de oorlog ben jij geen kogel, geen bloed en geen dictatuur. Je bent een hoop die schaars is. Stilte. Laat me in jou even leven. Buiten is herrie en lawaai. Stilte. Het ziekenhuis van mijn pijn. Woe! Dank jullie wel.